Samen bouwen aan vitale relaties is meer dan ooit nodig. Want het hele leven gaat over relaties. Voor mij staat relatie op nummer 1, 2 en 3. En waarom is die relatie zo belangrijk? Omdat je het geluk van de mens zit in de relatie. En als we dat van jongs af aan al geleerd krijgen, dat het niet gaat om rijkdom in geld, niet gaat om een derde of vierde vakantie, niet gaat om een grote wagen, niet gaat over wat je allemaal vergaard hebt in materieel opzicht, maar dat het echt gaat in het leven over relaties. Als we dat besef aan de jonge generaties en aan onszelf kunnen doorgeven, maar ook aan de komende generaties, dan richten we de samenleving in op basis van waarden. En in die samenleving wil ik ook wonen. In een samenleving waar het niet gaat over de rat race en dat er heel veel slachtoffers vallen in die rat race en dat die het maar moeten uitzoeken, maar dat we juist kijken hoe we de relaties met elkaar kunnen verdiepen, verstevigen, zodat er als er momenten ontstaan in ons leven, dat kan elk moment gebeuren, want het leven is niet maakbaar, dat we terug kunnen vallen op een warme groep mensen waarmee we gewoon het leven, de reis van het leven doormaakt. En het leven bestaat niet alleen uit een opgaande lijn. Was het maar zo. Het leven gaat heel veel momenten meemaken dat je valt. En hoe sta je dan weer op? De kunst van het leven, denk ik, als je weer gevallen bent, om dan op te staan. Maar dan realiseer je meer dan ooit dat je dat niet altijd alleen kan, maar dat je daar andere mensen voor nodig hebt.